Goedemorgen! Welkom bij Radio Scout Twente. Vast een hele goede morgen. Jongens en meisjes, Tobias is er eventjes niet. Die is een beetje druk. Maar ja, niet getreurd. Ik ben er wel. Met het lekkerste, gaafste hit. Nu op Radio Scout Twente. Met DJ Maurice. Vast een hele goede morgen. Wij gaan nu lekker weer verder. Met lekkere gaaf hits. Luister mee op Radio Scout Twente. Ik ben even de muis kwijt. Wacht even. We gaan even kijken. Ja. Luister mee op Radio Twente. I've always loved sci-fi and the idea of being right on the edge of. I've always loved sci-fi and the idea of being right on the edge. Luister naar Radio Scout Twente van een hele goede morgen. Luister meer op Radio Scout Twente. Het is vandaag weer. Dit vind ik ook de dag van vandaag weer. Oh ja, woensdag. Ik ben in de waar. Dit vandaag is woensdag ochtend op Radio Scout Twente rond 8 uur. Luister meer op Radio Scout Twente met DJ Tobias en DJ Maurice natuurlijk. Ja, jongens, meisjes, en dit weekend ga ik naar DJ Anne helemaal naar. Kijk, was het Bommersum of. Ik weet het ook niet meer. Ergens in Duitsland, dat weet ik wel. Ergens in de klooster, bij een houtwerkplaats, of wat dan ook. Oh nee, Telekamp. Ja, Telekamp. We gaan lekker verder met de lekkere nightdienst delen met Mukko.
dat Arno leuk vindt. We gaan lekker luisteren naar DJ Maurice natuurlijk, hè. Dus we gaan meer verhuizen verder met DJ Maurice en DJ Doria's en de club. Heb ik even in elkaar van. Dit zijn de foto's van de schat in de blauwe rijtjes. Je ziet daar zie je de kantrij, je ziet daar broodjes bakken, je ziet daar iemand met de boormachine van het boekomslag aan naar het kanaal bij de schat. En je ziet mij daar op een leuk paardje. We hebben iemand die is heel creatief en die heeft een paardje gemaakt met karretjes met wieltjes. Alleen maar hij moet dan enorm trekken. En ja, dat wil niet echt heel makkelijk over het gras heen. Maar ja, dit is wel heel slim bedacht van hem. Dus hartstikke super. Nou, we gaan lekker verder met de reis opzetten. Kijk maar, meisjes, ik ben een beetje druk. Dat komt, ik heb 6 blikjes Red Bull gedronken. Nee hoor, mijn collega die drukt het wel. Ik heb gelukkig niet. Ik vind het een beetje stinken. Ik weet niet wat jullie dat gaan vinden. Maar ik vind een beetje, echt een beetje naar zure chilletjes. Nou, we gaan even lekker verder met de radioschotter. Goedemorgen, met DJ Maurice. Danoontje zonder toegevoegde suikers. Ja, die jongen die daar zit op zijn knietjes,
is nog steeds het vuurtje aan het aansteken. Met natuurlijk een paar vuursteentjes. En die andere, die hangt aan een brandkraan. Hoe kan dat nou? Dat is koud zijn. Dat is helemaal niet heel, heel erg apart. Dat kunnen we wel zien. Ik ben ook een echte pachter. Echte scouts. Dus we gaan nu maar lekker verder met Radiosortenten. Met DJ Maurice. Ik ga mijn neus en uit. Ik heb helemaal voor mijn snat. Je luistert mee op Radiosortenten. Met DJ Maurice en DJ Tobias aan de knoppen. Dat is gewoon mee. Komt ie. Radio Scouts. Zo, ik heb even mijn neus gesnoten. Dat kwam natuurlijk snot uit, jongens. ik keek zo net even buiten. Ik zag een beetje dat het een beetje bevroren is. Dus vraag je moeder voor een geitje voor een sokken. Of laat gewoon haar op je bovenbenen groeien. Dat helpt ook af en toe met een mooie bonden. Doe een wollen onderbroek natuurlijk. Nee, jongens, meisjes, kijk wel even uit. Het kan een beetje glad zijn. Af en toe. Dus luister meer op Reis van Tentel. Het is een meisje natuurlijk. Op Reis van Tentel. Driving me crazy. Hebben jullie ook af en toe dat jullie vroeg wakker zijn? Maar ik wel. Ik was even kijken rond 5 uur wakker. Ik had een magnering. Ja, een magnering. Ik heb gedronken of een nering gezaagd hoor. Nee, zonder gekheid. Ik had echt wel. Ik had echt wel een magnering. En Dus ik was een beetje vroeg wakker. Dus ik merk het niet. Nee, het is niet te merken. Ik heb zuiver Red Bull gedronken. Ik moet wel zo even mijn bed even afhalen. Even mijn schoon op.
Het lijkt wel dat ik een lijk heb gelegen, volgens mij. Stimt hier naar. Dus ja. Nou, we gaan jammer lekker verder met Ruis. Ik ben met de Jumelis natuurlijk vast een hele goede morgen. Het is vandaag weer 8 uur woensdag op Ruis Twente. En morgen is het donderdag. En daarna knallen we af natuurlijk weer vrijdag. En dan is het weer weekend. En natuurlijk in het weekend, zaterdag, ga ik naar DJ Anne. Jongens, meisjes, we gaan enorm veel herrie maken. Bij natuurlijk bij een vernieuwde houtskuur. Hij is nu weer verhuisd. Hij woont volgens mij nu in. Ik woon zelf in Dubbergen. Dat is best wel een eindje in de buurt. En ik weet gewoon niet meer hoe dat heet. Je hebt Denenkamp en je hebt. Ik wil eigenlijk op een vorm schrijven. En je hebt Denenkamp en je hebt. Ergens in Duitsland. Dat weet ik wel. In Duitsland, vlak bij Oostenrijk, Soetertop, Kloos nog wat. Dus Kloos aan, nee hoor, niet Kloos aan. In de landen kan het ook. Maar dan ga ik verder met de Nighties en de make-up. Reizen vinden, dus ik kom straks wel weer op. Dus ik heb een agenda staan, dus het is ook correct dat ik om even kijken om 1 uur daar ben. Dus ik was snel een boterhammetje smeren, ergens in een vervuilde boterham opdrukken en lekker onvreerd. Dus nou, we gaan even verder met de reizencentrum. Nou, mijn moeder heeft de eerste vaccinatie ook gehad. Dus dit weekend, dus een beetje ook al vast. Dus het gaat redelijk goed. Dus er was wel even tijd natuurlijk. Dat ook, sommige dingen zijn afgekeurd voor sommige dan. Maar mijn moeder is dan wel rond de leeftijd. Dus je mocht het wel. Dus gelukkig. Dus dan kan ik mijn moeder weer lekker knuffelen. Lalalala. Ja. Dan ga ik even verder met de Radiofrequenter. Het was een hele goede morgen. En luister meer op de Radiofrequenter. Met Chris natuurlijk en Digital Yes natuurlijk ook. Dus luister meer op de Radiofrequenter. En een hele fijne dag. Ja, maar meisjes, voor de mensen die net wakker zijn. Het was een hele goede morgen.
Disney Plus brengt je meer met Star. Meer van dit. Plus heel veel meer. Ja, dit was het bijna weer. Ik ga zo weer even stoppen. En ik zeg dan voor de luisteraartjes. Ik zeg dan tot vanavond. Ben ik weer op 6 uur weer. Rond dezelfde tijd. En ik zeg altijd. Voor die mensen die net hebben gezegd. Goeiemorgen.